We gaan weer veel doen vandaag. En dat is namelijk onder andere... En jezus, gast, nu al. Freaking pepernoten. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar weer een goed nieuwe vlog. En waarom ik dit doe, ik heb geen idee. Hoe dan ook, dames en heren. Jawel, ik heb in deze vlog weer veel te vertellen aan jullie. En waarom? We gaan weer veel doen vandaag. En dat is namelijk onder andere mijn nieuwe koelkast komt. Dus wat ik ga doen, is mijn oude koelkast helemaal opruimen. Er ligt niet heel veel meer in. Heeft er nooit in gelegen, ik weet het. Maar er gaat veranderingen komen. Ik krijg dus een andere koelkast. Die komt hier tussen te staan. En die gaat ervoor zorgen, echt waar, dat ik veel meer ruimte krijg om veel meer dingen te bewaren. Maar goed, ik ga de koelkast dus laten afkoelen. Nee, laten warm worden. Oh ja, hij staat uit. En dan komt hier dus mijn nieuwe koelkast te staan. En dan zul je misschien wel denken, maar, hoe dan? Dit staat er allemaal nog. Dat klopt. En wat ik daarmee ga doen is eigenlijk heel simpel. Deze tafel, die stapel ik op elkaar. Deze, die kun je op elkaar klikken. Dus deze ga ik op die stapelen. Dan moet dit ding moet even ruimte maken, want die zet ik dan daar neer. Nou, en dan deze tafel, ja, weet je, het is een hartstikke leuk ding, maar hij stond me toch al een beetje in de weg. Dus ik kon er toch al niet zoveel mee. Dus wij konden te beginnen maar eens eventjes, ja, de tafels omwisselen. Oh ja, vanavond hebben we trouwens ook nog een leuk feestje van Marije. Dus dan, eerst maar eens even de spullen upside down zetten. Ik ben inmiddels al even een stapje verder en ja, de plek waar de uiteindelijke diepvries en ja, nieuwe koelkast moet komen is natuurlijk helemaal leeg, zoals je te kunnen zien. Maar nu zit ik nu wel te denken, dit ding is hartstikke leuk, deze tafel. Maar ja, hij staat een klein beetje in de weg, dus ik denk serieus dat ik gewoon die tafel ga wegdoen. Weet je, hij was hartstikke mooi, heeft me heel veel mooie jaren opslagruimte bezorgd. Alleen, ik weet niet, het is gewoon een beetje... Hij staat me in de weg. Ik denk dat ik die, ja, ik er gewoon weg ga doen. Die tafel is hartstikke leuk, alleen... Of dat kastje, alleen het staat me gewoon in de weg. Ik heb het jaren geleden van iemand overgenomen, maar ik weet niet, het is gewoon niet meer, het past gewoon niet meer. En de spullen die erop staan, ja weet je, die kan ik zo, dat is niet zo'n probleem, dat komt me goed. Die kan ik zo ergens anders opzetten, maar die tafel die staat me gewoon echt een beetje in de weg. Dus ik denk serieus dat ik de tafel gewoon naar de kringloop of zo ga doen. Maar goed, hoe de uiteindelijke koelkast eruit gaat zien, dat gaan jullie ook allemaal in deze vlog zien, maar later. Zo, ik kom ook even één voorbij getoeterd. Ik ben helemaal betoeterd. Dus ja, deze ruimte is in ieder geval vrij. Ik moet even kijken waar ik mijn zaklamp ga bewaren. Maar voor de rest, weet je, het is allemaal helemaal clean. Hier gaat dus mijn nieuwe koeling staan. En deze moet ik dus ook even uit gaan ruimen. Heel veel werk vandaag. Heel veel werk. Maar vanavond gaan we ook even lekker feesten. Genoeg te doen in deze vlog. Oh my god, mensen, zien jullie dit? Deze pet had ik laatst meegenomen naar de Zwarte Cross. Kijk dan. Oh my god, die is echt... Helemaal onder zand. Maar wat was het ding was, bij de Zwarte Cross was, weet je, iedereen ging op een gegeven moment bij rapper Snelle, ging iedereen zo hard helemaal heen en weer en het was heel veel zacht zand. En op het moment dat iedereen een beetje heen en weer gaat en gek gaat doen, ja weet je, dan krijg je natuurlijk een smog. Oftewel, al het zand gaat de lucht in. Nou, dan krijg je één grote stoffige bende en ja, waarschijnlijk is daardoor mijn pet helemaal... Oh, dit gaat echt niet, kijk dit. Die is echt helemaal zwart. Nou ja, bijna. Onder genot van een heerlijk, goed, lekker muziekje heb ik alles inmiddels verbouwd, dames en heren. En ik heb toch die tafel niet weggedaan. En waarom niet? Sorry, Snowball, dat is weer hartstikke leuk, maar ik moet heel even... Kijk, ik kan mijn tafel nog gewoon prima gebruiken, alleen dan gewoon daar zo. Nee, is goed, jongen, dan zie ik je zo al. Ja, nee, je ziet me zo. Oké, dan zal ik je even uitleggen wat er nou allemaal gaande is. Het is namelijk zo dat ik had met Mike en met Tigo had ik een soort van weddenschap gedaan. Dat als zij zeg maar een vraaglijstje van vier vragen, of van vier, nee, een vraaglijstje, nee, vier, hoe noem je dat, opdrachten konden voltooien, dan zou ik een shotje nemen. En als zij vier dingen niet konden voltooien, dan zouden zij een shotje nemen. Nou, nu hebben ze dus verloren. Dus Mike die komt zo even bij mij in de, hier thuis en dan gaat hij even... Hij haalt even wat te drinken. En dan gaat hij eventjes een shotje doen. De video staat nog niet online. Hij heeft het volgens mij nog niet geëdit. Maar dan weet u in ieder geval een beetje waar het over gaat. Ik had dus een weddenschap met hem afgelegd. Dat heb ik verder ook niet in de vlogs verder verteld. Maar het is allemaal in zijn video gebeurd. Hij heeft een video opgenomen dat moet nog online komen. Ik weet niet of het ondertussen online is gekomen. Als deze vlog online komt. Maar dan weten we in ieder geval een beetje waar het over gaat straks. Als hij hier komt. Echt. En ik word gek van die muggenbeeld, jongen. Ik ben al 30 keer gestoken of zo. Paranoia van.
ben ik heel benieuwd waar hij mee gaat aankomen. Want hij zei dus dat hij wat had. Nou, we gaan zien. A few moments later. Nou, meneer is er hoor. En hij heeft gelijk goed werk meegenomen. Hoppatee. Een lekker koud biertje. Gaat altijd wel in met je. En jezus, gast, nu al. Ja. Freaking pepernoten. Ja. Heb je er zo voor jezelf ook in dan? Ik heb er thuis nog 3 liggen. Oké. Okay. Ze zijn ook vanaf vandaag te koop beneden. Serieus? Ja, we zijn straks bij de Jumbo Leuzink geweest. Oh god. Om een filmpje en een interview op te nemen daar zo. Dus. Nou, mijn eerste zak pepernoot van 2022. Oh. Jongens, ik drink niet, zeg maar. Jij drinkt niet? Hij zoept. Een ijskoud biertje. Nou, laten we eerlijk zijn. Iedereen, ik heb ook jarenlang gezegd dat ik geen alcohol zou drinken, maar ik bedoel, weet je wat ze nou is? Af en toe een keer een beetje drinken. Is dat niet zo ramp? Ja, maar dat jij niet drinkt, zeg maar, dat is niks terug te zien. Nee, hè? Maar ja, weet je, af en toe, ik drink ook niet elke dag op zich. Ik drink gewoon af en toe bij een feestje en dan vind ik het gewoon lekker om het te doen en een gezelschapsdrankje, weet je, dus... Ja. En waarom niet? Ik bedoel, ik ben 25, weet je, wat is het probleem, weet je? Als je 18 bent, je mag vanaf je 18e gewoon een lekker biertje of een drankje doen, dus... Dus één ding, en dat is wel echt zo, dat ik nog nooit heb gedaan en wat ik ook nooit zal doen, en dat is drugs. Dat is iets waar ik zelf echt achter blijf staan, dat doe ik nooit. Maar goed, jij gaat dus straks een lekker shotje doen. Ja, je mag erin meedoen, ik heb er genoeg. Ja, nee. Want jij zei net, je hebt het nog niet gehad, hè? Wat? Het shotje, het vluggetje. Nee, ik heb wel een, hoe noem je zo'n ding? Flamingo heb je gehad. Een flamingo inderdaad, bij de... Apenshot, die vond je toen nog vies. Ja, met tijdens en verand, hè. Bier vond ik toen nog vies, dat drink je nou ook. Ik ben bezig met mijn laatste dagen hier in Nederland. Oh, je bent echt, hey, ook weer... Woensdag, dus over een... Volgende week? Ja, over een weekje ben op het moment dat deze vlog online komt, ben jij dus in Mallorca, ja. Mallorca, ik moet het uitspreken. Mallorca. Ja, nee, inderdaad. Misschien is het dan leuk als je wat beelden opmaakt dat het opstuurt vanuit Mallorca naar Nederland via de WhatsApp. Dan kan ik het in de vlog laten zien. Ja, dat mag. Nou, bij deze. Ik ga zelf ook veel filmen daar. Ik moet nog even een cameraatje aanschaffen. Ik hoop dat het tijd binnen is. Ja, moet voor denk ik wel voor volgende week doen. Als je ja, nee, zeker. Ik ga denk ik zaterdag of zondag binnen laten komen. Dan ga ik ja, alles filmen, zeg maar. Alles. Gewoon net hoe je stel dat je aan het schijten bent op de wc. Ja, ik neem zeg maar de kijker mee naar mijn eerste 2 weken in Mallorca. En dan dat is van wakker worden tot het weer naar bed gaan. En ik zal het linkje daarvan wel even in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie het even volgen. Dan buiten de avontuur die dan af en toe in de vlog voorbij laat komen. Dan kun je ook gelijk zien wat hij helemaal meemaakt. Ja, 44 nachten achter elkaar door. Ik denk dat ik na 44 nachten werken echt ook wel een gezicht heb van, laat mij met rust. Ik denk dat ik na 44 nachten echt zoiets heb van, helemaal klaar mee. Nou ja, we gaan het zien. Nou, daar gaat hij hoor. En een shotje. Ja, dat is niet verkeerd. Een beetje naar wat hetzelfde is wat ik laatst had bij WKD. Nou, dan ga ik een beetje aan WKD. Zo, daar gaat hij hoor. Nou, wat smaakt het naar? Ja, ik weet niet wat het smaakt. Het smaakt... Bubblegumachtig, WKD. Ja, lastig uit te leggen. Het is zoet. Beetje bitter. Ja, nou, bitter, maar... dat maakt niet uit. Ik kan niet vergelijken met WKD. WKD is echt zoet. Ja, dat is wel zoet, ja, dat klopt. Hier proef je echt wel dat er een flinke percentage ook al in zit. Had ik bij die, hoe heet dat? Die nozem ook van Zwart Cross. Goh, dat was best een spicy shotje. Oele shot heb ik ook gehad, ja. Dat was een beetje hoestdrankachtig, vond ik. Heel lekker, man. Oele shot, nee, ik vond die van Zwart Cross was beter. Nu kan ik sowieso hoestdrank en gewoon wegdrinken alsof het ranja is. Ja, dat is waar. Dat scheelt met die shotjes, hè. Ik vind hoestdrank echt die dropsmaak gewoon lekker. Zelfs dropshot is dat. Ja, oké. Okay. En wat ik natuurlijk in de tijd van Mythic TV ook had geprobeerd is apenshot. Weet je, dat zou ik nu bijvoorbeeld wel makkelijker weg kunnen drinken dan destijds. Want toen lust ik ook nog niet echt bier. En bier, dat kan ik dan ook gewoon weg drinken. Dus ik denk dat ik apenshot ook gewoon weg kan doen. Zo, dames en heren. Nou, daar is hij dan, hoor, de koelkast. Jeetje, dat is een hele grote, zoals je kunt zien. Dat is wel wat anders wat ik natuurlijk altijd hier heb gehad. Maar kijk eens aan. 1, 2. Oh, dit is hemel. Dit wordt de bier- en drankplank. Dit wordt de... Denk ik. De kaas- en worstplank. De boterplank. Kruidenboter en dat soort dingetjes. En dit wordt, denk ik... Ja, dat moet ik even kijken. Nou, hier ga ik dan alle melk en zo opdoen. Nou, hier de grote colaflessen, de wijnflessen en noem maar op. En zo krijg je dan toch weer een mooie koelkast. Die lamp ook wel vet. Beetje zo'n lekker, zo'n eco... Hij staat ook nou in zijn eco-stand. Ik weet niet of je het kunt zien.
Ja, kijk, hij staat in zijn eco-stand. Nou, helemaal top. Ik ga binnenkort toch weer boodschappen doen, dus dan komt dat er allemaal weer bij. Nou, dan heb ik natuurlijk ook nog een vriezer, kijk. En met 3 lades. 1, 2 en 3. Dus nou ja, helemaal top. Mijn eigen koelkast, die vries koelkast. En dames en heren, weet je eigenlijk wat ik zelf het leukste vind aan koelkasten, van dit soort koelkasten? Kijk, het zijn magnetische koelkasten. Kun je dingetjes opplakken. Zo krijg je het wel een beetje mooi vorm. En dan ga ik alle magneetjes sparen die ik van mijn familie ga krijgen. Of die ik ga kopen op vakantiebestemmingen. Voor heel veel mensen die kopen natuurlijk altijd op vakantiebestemmingen van dit soort magneetjes. Nou, dat doe ik. Ik verzamel magneetjes. Dus dan kan ik ze allemaal zo op mijn koelkast vanaf nu plakken. Dat is echt top. Zo, hoppakee. Kijk eens aan. Nice. Zo, ben inmiddels weer even onderweg naar een feestje. En ja, ik hoor jullie alweer denken, oh, gaat hij dan weer naar een feestje? Oh, joh, regen! Ik hoor jullie alweer denken, gaat hij nou weer naar een feestje? Ja, maar niet een feesttent. Dit keer gaan we namelijk met Job naar het feestje van Marije. Dat is ook gewoon voor het eerst, dat ik gewoon een keer niet naar een feesttent ga. Al moet ik zeggen, die komen er wel eens snel aan, de feesttenten. Voor vanavond gaan we wel zien wat we allemaal in gaan maken. Ja, ik zie een hele mooie feesttent. Alleen, daar gaan we weer naartoe. Het zomerfeest van Eiberg. Maar goed, we zijn er bijna. Dus we moeten even een paar boerderijtjes langs en dan zijn we er, hoop ik. 7 minuten zegt hij dus. Dwars door Boerenland. Nou, waar je ene keer waar je de feesttent helemaal bezoekt, doen we vandaag gewoon lekker een feestje in een echte goede boerenschuur. We gaan vandaag gewoon lekker een feestje houden in een lekkere boerenschuur. Show dat naar alle boeren van Nederland. Kijk, en dit gebeurt er nou als energie gaat trampoline. Hij bijt gewoon. Bijt hij? Hey joh, gekkie. Serieus, zit je te bijten? Nee! Hij gaat met je schoenen vandoor. Hij heeft al, wacht maar, ik ga hem pakken. Nee, 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 niet doen. Nee, nee, nee. Hij heeft mijn schoen. Hij heeft mijn schoen. Zo, dames en heren, we zitten ondertussen even lekker bij Marije. En Job gaat voor de eerste keer aan de safari. Nou, is hij lekker of niet? Zo, hij kijkt erbij, jongen. Hij stelt niet scherp meer. Kutcamera. Ik moet anders dan. Moet je anders dan. Moet je anders dan. Moet je anders dan. Zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan. Je de Nou, prut, zeg hem op. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voor de staat en koe. Oh, echt waar? En die koe zegt, I love you. Happy birthday to you. Oh, kutje. A few moments later. Oké, ik weet dat jullie op dit moment niet zoveel kunnen zien, maar dat maakt geen reden uit. We zijn op dit moment terug op weg naar Borculo. En het was een gezellig feestje, zoals jullie kunnen zien. Het is Ferry de Rosse Flamingo. Oké, dames en heren. Ik ben op dit moment op de terugweg met Job naar beneden. Naar beneden? Nee, naar Borculo. En ik heb het even geplast, want ik moest nodig. En nu gaan we weer terug naar Borculo. Zo, dames en heren, ik ben inmiddels thuis. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te vergeten op mijn kanaal. Je hebt deze niet gedaan. Ik zie je heel graag weer bij de volgende vlog hier op Miffy. En dan zeg ik zoals het en ook vandaag. Blijf positief. En natuurlijk, peace. Het was een super gezellig feestje.